Dus nu kunnen we gaan testen. Onder water uit. Ja. Met de douche is de tweede camperbus van Ruby Horsman klaar. Door corona is het bouwen van busjes populairder dan ooit. Er is inmiddels zelfs zoveel vraag dat ze al is begonnen aan bus nummer 3. Maar het is bizar hoeveel mensen nu ineens busjes bouwen. Want heel veel mensen zijn me gaan volgen en die krijgen ook heel veel vragen. Van wat zou het kosten? En ja, bij sommigen denk ik ook wel van ja, dat is een grapje, weet je wel. Maar ik heb ook al wel een paar keer een reactie gehad van... Nou, ik wil ook wel zo'n bus. Yeah. Kunnen we een afspraak maken hierover? Iemand die wel snapt dat campers zo populair zijn, is Ruben Weller. Hij ging vroeger al met zijn vader, moeder, broer en zus op vakantie in de meest legendarische camperbus, waar hij nog jaarlijks aan sleutelt met zijn broer Jan. Ik denk dat het heel erg in trek is ook. Dat het snelle met je leuke huisje op pad gaan, het avontuur. Je koopt met zo'n busje eigenlijk vrijheid. En, dan ga je op avontuur en dan kom je op de meest mooie plekjes met jouw huisje. Nou, dat is gewoon echt heel leuk. En wat voor camper je ook hebt, ook heb je zo een of heb je een nieuwere. Ja, het geeft echt heel veel voldoening. Ruby moet haar bus nu alleen nog laten keuren bij de RDW, waar ze een wachtrij hebben van 1,5 maand. Dus meestal in het bouwproces moet je al denken van, waar ben ik volgende maand? Kan ik hem al aanvragen? Want er zijn zoveel mensen een bus aan het bouwen. En het kost ook best wel veel tijd om het te laten keuren. Dus daardoor duurt het ook heel erg lang voordat je een afspraak kan maken.